Hallo kikkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Riemers en dit is mijn lichtjes fonkelen. Yay! Ik ben nu onderweg naar mijn auto toe om te gaan werken. Gisteren dus nog redelijk laat de Q&A opgenomen, redelijk laat de vlog nog in elkaar gestoken. Dus komt wel allemaal wel goed. Dus straks na mijn week moet ik nog even eerst rechtstreeks naar mijn appartement komen om de vlog nog te kunnen uploaden, want die was nog altijd bezig na 8 uren op te slaan. En die moest nog 2 uren opslaan. Dus dat komt goed. Oh. Allee, ik ga eens vertrekken naar mijn wijk toe. Jojojo. Zo mensen, ik heb gedaan met werken. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag opnieuw moeten poetsen. Waarschijnlijk morgen ook nog een dag poetsen. En dan zit het op voor mij dit jaar 2023. En dan is het op na 2023. En dan, ja. Dan gaan we er eens een heel goed jaartje van maken. Echt waar, een heel goed jaartje. Maar jullie nu, dat jullie dan niet kunnen zeggen van: oh, zeg je weer al thuis, zeg je weer al thuis, zeg je weer al thuis, zeg je weer al thuis. Ik ga daar een topjaar van maken. Echt waar mensen, echt waar. En op het laatste van de dag, wat moest ik dan doen? Moest ik nog bussen ontstikkeren, uittasten. Dus eerst uittasten, ontstikkeren, dozen maken en dan ook nog een keer terug intasten. Dat was dus mijn laatste taak. Oké, ook één ding zeg, ik ben ziek kapot. Nu ben ik nog eerst naar mijn ouders geweest. Nee, eerst naar mijn thuis. Mijn vlog nog in de upload gegooid, dus dat die zeker op tijd online komt. Daarna ben ik doorgereden naar mijn ouders. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Nee. Ik ga even vanaf nul terug gaan beginnen naar mijn wijk, wat ik al heb gedaan. Dus ik ben eerst naar Kuipers gereden, zo was het, naar Kuipers. Dus daar gaan tanken. Dan van Kuipers naar mijn eigen appartement toe, voor mijn vlog gaan in de upload te gooien. Daarna nog doorgereden naar mijn ouders. En dan na mijn ouders ben ik nu door aan het rijden naar mijn schatje. En dan gaan we nog kijken wat we gaan doen. Allee, tot straks kus allemaal. Yo. Niet op de auto stralen, hè. Ah, oké. Dat is goed. Voilà, ik kom zo rustig aan, aan bij mijn lieverk. Dan gaan we kijken wat we nog gaan doen. En ik heb ook nog iets bij voor mijn lieverk. Die 2 kartonnen dozen wat jullie daar op mijn achterbank ziet liggen. Ik ben ook mijn was gaan halen bij mijn ouders. Voilà. Man. Dat alles zo snel moet gaan tegenwoordig. Alles moet zo snel gaan. Wat bedoel ik daarbij? Dat het jaar er weer al op zit. Wat is er eigenlijk bijgebleven dit jaar bij mij? Dat ik terug in een relatie ben begonnen met Bea. En daar ben ik nog altijd content mee. Was ik nu er niet naartoe aan het rijden. Begin van het jaar waar op mij is bij is gebleven de leugens. En dat het nu toch redelijk fel gestopt is. Eigenlijk het is volledig gestopt, ik kan het zo zeggen. Ik
geloof 2 accidenten, 2 wagenongevallen dat ik heb gehad in 2023. Was mij dan nog zo bijgebleven dat het nu toch redelijk goed gaat met het geld, ik zal het zo zeggen. En na het geld zaken is alles nog goed verlopen. Waarom is hier alles zo traag aan het gaan? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Het is echt druk. Allee. Ik ga jullie niet laten, want ik kom nu wel echt stilkens af aan bij mijn schatje. En ik weet niet als hij echt al onmiddellijk al in mijn vlog wil voorkomen, ja, of niet. Excuseer. En wat ik ook continu ook aan het proberen ben, en dat moet wel in 2024 wel volledig afgerond geraken, dat ik stop met roken. Voilà, ik ga jullie laten. Tot zo, straks. Ik hoop dat jullie de vlog hebben genoten. Ik weet niet juist of het een korte of een lange vlog is geweest van gisteren. Sorry. Ja, ik ben helemaal vergeetachtig de laatste tijd. Oh my fucking god, dat is dus niet goed. Maar maakt niet uit. Ik ga nu de vlog nog in elkaar steken en dan go naar het werk toe. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet wat belgen te drukken. Dan blijf je dat horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later. Joe.